Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik heb me net even klaargemaakt en een beetje mijn haar snel gedaan. Ik ben trouwens echt zo blij de laatste met mijn eigen haar. Mijn haar is echt enorm gegroeid en ik doe bijna geen extensions meer in. Daar ben ik echt blij mee. Ik heb me net een beetje omgekleed. Ik heb mijn sieraden omgedaan. Ik heb vandaag aan een topje en een rok van Pretty Little Thing. Even daarover. Ik heb 2 bestellingen gedaan bij hun. Ze hebben echt heel veel leuke dingen. Maar de helft schijnt door en de kwaliteit is echt shitty gewoon. Dus ja, het is op zich ook best wel goedkoop. Misschien daarom, maar dan weten jullie dat. Want ik moet nog 2 pakketjes weer terugsturen. En het is het setje dat ik heb gehouden. Ik ben hier wel echt blij mee. Echt een heel strakke planning voor vandaag. Maar ik wil graag naar het strand. Het is heel erg lekker weer. En Nessie heeft nu een show. Overdag. Even kijken of de camera hier neerzet of het lukt. Niet echt de beste hoek. Maar ik wil jullie dus wat laten zien. Want ik laatst het echt heel veel gebruik. En dat is deze spray van Moroccan Oil. En die heb ik gekregen van een PR-bureau. Maar die vind ik echt zo super goed. En kan je gebruiken op droog haar en op nat haar. En ik vind deze echt ideaal voor deze dagen. Voor als mijn haar iets pluist. Ik heb juist heel erg last van mijn pluizig haar. Ik heb juist heel erg last van pluizig haar. Excuses hoor. Dus ik spray het gewoon de hele dag door in mijn haar. En deze spul is echt zo fijn. Ik kan wel iets meer krul hier bijvoorbeeld. Ik spray gewoon even zo. Het maakt mijn krul echt veel mooier. Ik zie ook echt een verschil in mijn krul als ik het heb opgedaan. En dan ben ik gewoon ready to go. Dus deze is echt een aanrader, jongens. Ik moet nu dit pakketje terugsturen. Wat ik echt rot vind aan het pakketje is dat ik dan zelf 13 euro moet betalen om het terug te laten sturen. Vind ik echt trots. Ze geeft zelf geen label erbij om het terug te laten sturen. Ik heb ook echt een klacht bij hun ingediend. Oké, dat is wel iets dat mij moet overkomen. Ik kwam net mijn auto niet in, want deze mogol hier kan niet parkeren. En ik kon mijn deur niet helemaal open doen. Dus moest ik weer de andere kant erin. Dus maar dat ik klein ben dat ik erin pas. Maar ik zweet me wel echt helemaal dood. Het moet mij natuurlijk wel weer overkomen. Goed begin van de dag, jongens. Ik ga nu lekker rijden. Dus ik ben inmiddels bij de Turk. En ik moet hier even vlees halen. Want ik moet nog 3,5 kilo kip halen voor Dessie. Voor zijn dieet. En ik ga nog even een paar lekkere dingetjes voor mezelf halen hier. Zoals olijf. Het is zo lekker. Inmiddels op een terrasje bij het water. Bij Mezzi's. Ik ga hier even een paar hapjes doen. Jongens, het ziet er zo goed uit. We hebben bruschetta besteld. Gehaktballetjes. Shakshuka. Aubergine met courgette salade. En dit is een zalm tartare. Heerlijk. Oké, ik ben nu bij de grote Jumbo. Boodschap aan het doen met honey. Ze heeft echt een heel grappig drankje gehaald. Dit is alcoholvrij. Maar kijk dit, ik heb het nog nooit gezien. Maar het ziet er echt zo cute uit. Kom, wat moet je nog hebben? Wat dan? Zoete aardappelen. Oh, voor in de oven? Ja. Super handig. Kijk, gewoon alleen in de oven. Yes, ik ben er thuis. Super warm buiten. Ik zweet me dood. Ik heb me even opgefrist. Ik ben net thuis. Dat was super gezellig. Ik heb echt lekker op het terras gezeten. Ik heb heel lekker gegeten. Het tentje wat ik liet zien, serveert echt gewoon lekker vers eten. En het is ook nog echt ja, best wel goedkoop. Zeg maar per hapje betaal je dan €3,80. Super lekker gegeten. Want een troepje dacht ik ga hier zo aan beginnen. Nessie komt zo over een uur thuis. En het is ongeveer etenstijd nu. Dus ik ga nu snel voor hem koken. Ik hoef er gelukkig niet over na te denken. Want hij eet elke dag nu hetzelfde. Door zijn dieet. Ik moet gewoon even kip koken. En zilvervliesrijst maken met een beetje komkommer of zo erbij. That's it. Dus het is heel makkelijk. Maar ik ga er nu aan beginnen. Wat ik wel echt heel erg rot vind met dit weer is koken. Want het is al zo warm. Dan moet je ook nog koken, wordt het nog warmer. Dus ik ga even de ventilator heel hard op mij zetten. En dan ga ik lekker beginnen met koken. Ik zie jullie straks. Ik denk dat we straks nog even gaan chillen. Goedemorgen. Ik heb net mezelf klaargemaakt en mijn haren gewassen en gedaan. Ik ben zo blij met mijn krullen, jongens. Echt niet normaal. Ik heb vanochtend Nessie naar Rotterdam Airport gebracht. En vannacht moet ik hem weer ophalen vanuit Amsterdam Schiphol.
Ik wil eigenlijk vandaag ook een pedicure. Heel graag. Maar mijn voeten zien er echt niet uit en hebben echt hulp nodig. even kijken of iemand vandaag ruimte voor me heeft. Maar ja, ik heb nog wel een paar dingen die ik eerst moet doen thuis. Zoals de vaat. Ik moet nog een wasje draaien. Ik moet nog even dweilen. Ik moet nog wel editen. Dus als ik klaar daarmee ben, dan ga ik even kijken of iemand ruimte heeft om mijn voeten te doen. Ik ben echt toe aan de pedicure en eigenlijk ook aan de manicure. Ik heb zo lang mijn nagels niet gedaan. Niet normaal. Maar ik wil geen nepnagels meer. Ik weet niet waarom. Ik heb er gewoon geen zin meer in. En eigenlijk zijn lange nagels veel mooier bij mijn handen. Want ik best wel dikke handen heb natuurlijk. Maar een beetje scheid daaraan. Ik ga nu even deze rotzooi hier opruimen. Ik heb weer een pakketje gekregen van LA Sisters. En ik ben hier echt zo blij mee. Dus dank jullie wel, ladies. Kleding is altijd top. Kwaliteit is echt goed. Ik heb een jurkje gekregen. Dat heb ik trouwens allemaal zelf uitgekozen. Ik heb een jurkje gekozen. Een blauwe. Ik heb een setje gekregen. Een zwart. En deze ook eigenlijk ook in het wit. Maar die hadden ze helaas niet meer. Ik heb een zwart setje gekregen. Ik heb een jurk gekregen. En nog een jurk. Het zijn allemaal maatjes S die we hebben uitgekozen. Even kijken. Ik ben benieuwd of het mij allemaal gaat passen. Dus dat ga ik nu allemaal even uitproberen. En dan zien jullie me van de week denk ik nog wel in iets leuks van LA Sisters. Ik heb een afspraak gemaakt voor een pedicure. En ik ga zo vertrekken. Ik ben ruim op tijd volgens mij. Ik kom in dat het heel druk is op de weg. Eigenlijk neem ik nooit echt een pedicure omdat ik al die apparaten zelf had aangeschaft. En het allemaal eigenlijk thuis doe. Maar ik wil weer even langs gaan, want ik heb het echt nodig. Vooral voor deze zomer. Ik heb uiteindelijk mijn haar voor Piet Jan Lul gedaan. Ik heb lopen schoonmaken en ik ben net klaar. En ik heb het gewoon vast gedaan. Ik heb trouwens een nieuw pakketje binnen van AliExpress. En daar ben ik echt heel blij mee. Want daar zitten nepwimpers in. En die ik nu op heb vind ik echt helemaal mooi. Dus dat komt me echt goed uit. Ik zit met mijn batterij bijna op. Dus ik ga snel rijden. Ik heb dus een pedicure gehad met gel lak. En scrub. En die heeft me €60 gekost. Dat vond ik wel een beetje aan de dure kant. Maar ik ben wel echt tevreden. Mochten jullie andere adresjes hebben voor mij, laat het me alsjeblieft weten in de comments. Ik ben net naar de supermarkt geweest. En ik heb gehaald ramen. Oh, frambozen. Sorry, oh mijn god. Kersen. Biologische dark roast coffee pads. Die vind ik super lekker. En wat ik ook echt heel erg lekker vind, is dit iced tea peach. Ranja. Ja, het is ranja toch? Ja. En ik heb vandaag ook sinaasappelsmaak gekocht om het uit te proberen. En deze wil ik drinken met gember. Want ik heb een keer op het terras heb ik een soortgelijke drankje gehad. Dus ik hoop dat het ongeveer hetzelfde smaakt. Ik weet niet of ik het heb laten zien, maar dit is onze nieuwe koelkast, by the way. En dit is mijn verzameling ranja. Ik vind deze ook heel lekker. Deze zijn heel lekker. Ik vind deze niet zo. Ik ga dit nu uitproberen. Oké, jongens. Ik ga bijna naar bed. En ik wil deze keer niet vergeten om een vlog af te sluiten. Dus hierbij. Ik zet een vlog af. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En ik zie jullie bij de volgende. Doei doeg!